Ik kom uit Kruiningen, dat is een klein dorpje in Zeeland, van 4000 mensen. En daar heb ik heel mijn leven gewoond, nog steeds. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. En ik denk een van de strengste gereformeerde gemeentes die er zijn in Nederland. En daarvan ook nog wel, denk ik, een van de strengste families van die kerk. Als ik het goed begrijp, ben jij nog met dat teen opgevoed. Hè? Dus toen jij voor het eerst Psalm 17:73, de berijming van 17:73 zong, was dat voor jou heel veel. En ik begreep dat er vorig jaar nog een keer een gemeentevergadering is geweest. En dat ze toch daar hebben besloten om het bij het oude te houden, namelijk bij de berijming van dat teen. Dus dat geeft wel aan hè, dat inderdaad, komt even iets tussendoor. Opgevoed in een streng reformatorisch gezin, het hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Hè? Maar wat heeft dat met jou gedaan? Wat werkte dat bij jou uit? Ja, nou, in ieder geval dat ik behoorlijk wat bijbelkennis heb opgedaan. Dat hoor ik wel eens van studenten van Bijbelschool Philadelphia. Dat ik wel aardig wat teksten uit mijn hoofd weet, dus dat is wel heel fijn. Ik wil er wel vooraf bij zeggen dat ik wel hoop dat God mij ervoor bewaart om respectloos over mensen te praten die een bepaalde rol in mijn leven hebben gespeeld. Mijn ouders die zijn zelf ook al zo opgevoed en er was wel liefde in ons gezin. En onderling tussen mijn natuurlijke broers en zussen. Ik kom uit een gezin van 13 en mijn ouders ook allebei uit een gezin van 13. En die wonen nog bijna allemaal in de buurt. Dus het is een hele grote groep van mensen met dezelfde achtergrond. Ja. En als het dan gaat over het godsbeeld, hè, dus wat was jouw godsbeeld in jouw tienerjaren? En jij hebt mij wel eens verteld hè, dat nadat jij eerst in de kerk bent en een tijdje in de wereld hebt geleefd, dat je het ook vaarwel hebt gezegd. Maar wat was jouw godsbeeld en wat heeft ervoor gezorgd dat je toch niet, zoals Jan dat net zei, uiteindelijk ook in de kerk bent gebleven? Als kleinkind vond ik het heel normaal zo het ging bij ons. En ik ook gezellig, een heel groot gezellig gezin. Maar toen ik puber werd, toen vond ik het wel moeilijk. Zelfs op een reformatorische school was ik eigenlijk een buitenbeentje. Qua dingen wat wel mocht en of wel moest en niet mocht. Kleding en zo. Maar die boodschap in de kerk die zorgde er toen voor, toen ik jaar of 16, 17 werd, dat ik dacht van ja. Van Kruiningen ging maar 1% het hele avondmaal. De meesten gingen wel naar de kerk, maar dus heel weinig het hele avondmaal. En ook de uitverkiezingen ging het altijd heel wel vaak over. En ik dacht van ja, de kans is super klein dat ik erbij hoor. Maar ook had ik dat inmiddels wel geleerd, als ik erbij hoor, dan maakt het niet uit hoe je leeft. Dat was een beetje mijn idee ervan. En God zag ik heb heel mijn leven in God geloofd, ook tijdens dieptepunten eigenlijk altijd. Maar ik heb wel heel lange tijd van mijn leven gezien als die hogere macht die mij ooit zou straffen. Niet echt als een liefdevolle God. En, hoe heet dat, dus geen persoonlijke relatie met de Heer. Hoe was dat in gebed? Had je wel, las je wel in je Bijbel of was het, bad je veel van Heer, wilt u me bekeren of hoe? Hoe was je gebedsleven? Als kleinkind was ik geleerd om te bidden om bekering. Dat wel. En dat ook het enige. Voor de rest was er alleen gebed aan tafel. En bijbellezen aan tafel. En dat was het enige. En wel naar de kerk. Als je 3 jaar was, 1 keer, 6 jaar, 2 keer, 12 jaar, 3 keer. En de catechisatie. En dan moest je ook altijd keurig netjes uit je hoofd kunnen. Dus die hele broek kan ik nog best tamelijk goed uit mijn hoofd. Dus we hebben wel een hoop geleerd en waar ik ook nog wel veel aan heb, nog steeds. Ja. Ben je uiteindelijk, jij hebt mij wel eens verteld, iets van een ongeluk wat jou stil had gezet? Of wat was er toen ook weer gebeurd, toen jij 21 was of ik weet niet welke leeftijd het was? Nou, ik zei net al dat ik dacht van je kan eigenlijk leven hoe je wil, omdat je toch erbij gaat horen bij dat kleine groepje wat bekeerd wordt, wat je ook doet. Dus dat heeft toe geleid, ik had wel een behoorlijke afkeer gekregen van dat strenge leven toen ik... toen ik 17 was, stiekem opgegeven voor militaire dienst. Omdat ik ook een beetje tegenop zag om uit die bubbel te stappen. De militaire dienst gegaan om 18e. En daar raakte ik toen wel gewend aan het leven. Van, ben ik gaan drinken, gaan blowen, verslaafd geraakt op popmuziek en nog meer. En toen ik dat helemaal gewend was, toen kwam ik weer thuis uit de militaire diensttijd. En toen heb ik dat ook voortgezet. Maar als je zo leeft, dan krijg je ook best wel wat vrienden.
Dat heb ik een jaar of vier gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd wel lastig vond, want ik had wel altijd een sprekend geweten. Maar als ik dan helemaal ergens zat in een discotheek of wat dan ook, als je maar wat drinkt en wat rookt, dan gaat het wel weg. Dan kan je gewoon meedoen met de rest. Maar ook die jaren heb ik het wel vaak gehad, als ik dan s'nachts in bed lag, dat ik dan soms lag te huilen van ellende. Omdat ik voelde, dit gaat niet goed. Ik wist ook niet hoe ik eruit moest komen. Tot na een jaar of vier of zo, 2 weken voor mijn 23e verjaardag, kwamen we uit een discotheek en hadden allemaal veel gedronken, ook de chauffeur. En in Zeeland is er al veel landschap met dijkjes, zijn van een bochtige dijk tegen een boom gebotst en naar beneden gevlogen met de auto. En het wonder boven wonder markeer ik niks. Meestal word je eruit geslingerd of wat dan ook, maar ik zat gewoon zonder gordel achter in de auto, zonder één schrammetje. Terwijl er 2 jaar ervoor op precies dezelfde plek een jongere was verongelukt. En dat heeft toen me zo geraakt dat ik toen die nacht, ik moest al mee in het ziekenhuis, die nacht voelde ik heel sterk een waarschuwing van God. Van als je zo doorgaat, dan gaat het niet goed. En in die nacht is het eigenlijk dat leven beëindigd. Dat heb ik nooit meer aan meegedaan. Ik ben wel mijn vrienden kwijtgeraakt en zo. Ja. Maar dan zeggen ze natuurlijk wel eens, hè, overtuiging is nog geen overbuiging. Dus je bent stilgezet. Maar wat heeft het ook uitgewerkt? Heb dat uiteindelijk toen tot een persoonlijke relatie met de Heer geleid? Dat is misschien moeilijk uit te leggen, maar ik wist wel van, ik kan zo niet doorgaan. Een zus van mij had een vriendin, die later mijn vrouw geworden is. Die vond ik wel heel aardig, maar zij paste helemaal niet bij mij. Zij was altijd een super netjes en serieus. Maar daarna, toen dacht ik van, nu passen we wel bij elkaar. Dus heel vrij snel daarna hebben we verkering gekregen, zijn we ook getrouwd. En toen heeft ze mij ook verteld dat ze eigenlijk al heel langer op mij hoopte. Ze had al meer dan een jaar elke dag voor mij gebeden of God mij wilde veranderen. Omdat ze mij niet wilde hebben zoals ik was. Maar toen heb ik wel, mijn vrouw komt uit dezelfde cultuur. We hebben dat leven voortgezet van onze wederzijdse ouders. Maar ja, wel wat light versie of zo, hoe zeg je dat? Maar toen zijn jullie getrouwd en toen zijn jullie huwelijk ingegaan. Toen heb je dus de light versie van je ouders voortgezet. Maar uiteindelijk niet in een persoonlijke relatie met de Heren. En dat is eigenlijk iets wat de laatste jaren gebeurd is in je leven. En kan je daar iets over vertellen? Van wat heeft nou jouw ogen geopend dat jij misschien ook uit echt daaruit vrijgekomen bent? Wat heeft de Heren gedaan in je leven? Ja, al die jaren dat ik dus met mijn vrouw, we zijn 25 jaar getrouwd geweest, toen is ze overleden. Al die jaren had ik wel het idee dat er iets niet klopte. Want toen ik dus weer netjes ging leven, toen was iedereen om me heen weer dik tevreden. Terwijl er nooit iemand aan me vroeg, is je ziel gered of zo? Of ken je de Heer al? Dat was allemaal niet belangrijk als je maar weer netjes leeft. En ik dacht altijd wel dat er klopte iets niet. Maar ik wist niet hoe het dan wel moest. En in de kerk hoor je altijd de boodschap van dat je wel bekeerd moet worden. Maar alleen maar bid en wacht zou ik eigenlijk samen willen vatten in één zinnetje. En in de Bijbel kwam ik juist vaak tegen van bekeert u. Maar ook meer die opdracht van bid en werk. Maar dat werken wordt eigenlijk verboden in dat soort kerken. Tenminste, zo begrijp ik de boodschap. Maar toen kwam er nu 7 jaar geleden. Ik was toen 47. Een jaar voordat mevrouw ziek werd, kwam er een enorme ruzie in de kerk tussen de leidinggevende figuren. En in een hele ernstige mate, wat ook de voorpagina's van de kranten heeft gehaald, ook zelfs van seculiere kranten. Maar ook de politie bij de kerk stond op zondag om de orde te bewaren. En dat ik ook met mijn gezin een aantal dagen door de politie ben bewaakt vanwege doodsbedreigingen en dat soort dingen. En toen ging het met mij een heleboel schuiven en ik dacht, ik kan nooit kloppen. Even voor de duidelijkheid, dus je zit in de kerk en jij krijgt met je gezin politiebewaking omdat er een doodsbedreiging is van mensen binnen de kerk. Ja, niet ik alleen, maar de mensen die dus de verkeerde kant kozen, zeg maar. Ja, dus ook familie en ook andere mensen. Maar dat is maar een klein poosje geweest. Zoiets dat bedaart ook wel weer een keer. Het is wel nu na 7 jaar nog steeds dat mensen er hoofd om draaien als ze me tegenkomen op het dorp, dat wel. Dus die impact is nog steeds. Maar dat heeft wel een heleboel veranderd. Toen dacht ik van, dan moet er ook iets anders zijn. De combinatie van dat kerkelijke leiders zulke dingen samen
En daarbij dan die frictie die ik dacht dat er was tussen de boodschap in de kerk en de boodschap uit de Bijbel. Dus toen ging het al een beetje schuiven. Mensen die, ik keek altijd hoog tegenop tegen die kerkelijke leiders. Ook al begreep ik ook niet, ik dacht altijd, dit is mijn probleem. Want hun zijn door God geleerd en bekeerd en die weten het veel beter dan ik. Toen, vanaf die tijd dacht ik, van, het kan wel eens zijn dat hun toch niet alles beter weten. En daarna kwam de ziekte van mijn vrouw. En het is nu 4,5 jaar geleden dat ze overleden is. Maar ze is een jaar ziek geweest. Maar zij was altijd een groot voorbeeld voor mij geweest. Maar ze durfde ook niet te zeggen dat ze kind van God was. Maar in het jaar dat ze ziek was, veranderde dat. Ze heeft heel blijmoedig gedragen. Heel veel getuigd. Maar ze ging ook dingen zeggen dat het anders ging dan ze altijd had geleerd. Dingen zoals dat je als God gaat werken, dan ga je op een gegeven moment bidden om naar de hel te mogen. Omdat je dat waard bent. Ze zei, dat kon ik nooit. En meer van dat soort opmerkingen. Eigenlijk zeggen, dus ze had een bepaalde manier van denken in haar hoofd hoe je tot bekering zou komen. Alleen wat de Heer op haar sterfbed heeft gedaan, was zo anders haar ervaring met wat er eigenlijk op zondag geleerd werd. Dat ze, zou je kunnen zeggen dat ze meer vanuit de liefde dan getrokken is dan met de verschrikkingen van de wet? Of wat, hoe zou het, Ja, ze heeft ze wel van verteld. Ze is wel door de liefde getrokken, ook al in de jonge jaren, ook al voordat we getrouwd zijn. Maar door de boodschap die ze altijd hoorde, dacht ze altijd dat er bepaalde dingen miste, dat het niet compleet was. Maar toen, toen ze dus op het eind van haar leven, toen ging ze zeggen van, ja, ook al weet ik die dingen niet. Ze ging er niet bij vertellen van, het is fout, maar ze zei, ook al weet ik die dingen niet. Ik weet één ding zeker, dat is dat ik zijn liefde in mijn hart heb. En dat ik straks voor eeuwig bij hem zal zijn. En daar heeft ze de laatste weken zoveel getuigd, dat er nog honderden mensen bij ons in huis geweest zijn, die waar ze afscheid van wilden nemen. Daar heeft ze keer op keer ruim van getuigd, van zijn liefde. En van het grote geluk was ze tegemoet ging. En dat ze was zelfs wel eens verdrietig dat ze 's morgens nog leefde. De laatste weken. Ja. En Boudewijn, wat heeft dat met jou gedaan? Als je dan zo op je sterfbed je vrouw ziet getuigen van de liefde van de Heer Jezus. Sloot je dat ook in je hart? Of voelde jij dat je er buiten stond? Of wat deed dat met jou? In die tijd was ik niet met mezelf bezig. Ik was alleen enorm blij dat ik haar zo zag sterven. En dat is ook na die tijd nog lange tijd gebleven, dat ik alleen maar zo blij was dat zij zo gestorven was. Ik ging soms wel iedere dag naar het graf en dan was ik elke keer alleen maar blij. Dat ik denk van, ze is nu veel gelukkiger dan dat ze met mij was. Oké, en dan heb je haar naar het graf gedragen, dan is ze begraven en dan komt de verwerking. Maar dan komt ook weer die vraag van, oké, waar sta ik dan zelf? Wat kan je daarvan vertellen? Ja, dat kwam pas later, het is nu 4,5 jaar geleden, maar ik denk dat het wel een jaar of twee geweest is dat ik niet zo met mezelf bezig was. Maar ik had van 4 van mijn 5 kinderen waren nog thuis, maar die gingen ook van lieverlede huis uit. Het wordt stiller om je heen, coronatijd gehad, steeds vaker alleen. En ook steeds aan de graf in plaats van de blijdschap om haar, steeds meer de angst van hoe moet het nou met mij. Ze had zelf alles netjes voorbereid, ze had om een dubbel graf gevraagd. Dus als ik dan haar graf bezocht, dan zag ik ook altijd de helft van het vak wat voor mij was. De helft van die steen was leeg voor mij. En dan kwam die vraag steeds sterker van, ja, straks lig ik er ook. Over een week of over 30 jaar, dat weet ik niet precies. Maar geen vrede met God. En dat werd steeds meer een probleem. En ik dacht, ik kan het niet vinden in die kerk. Want ik zat nog steeds met kromme tenen in de kerk, waar alles al gebeurd was. Die boodschap kwam niet meer binnen dan. Maar augustus 2022... Toen kwam een moment dat ik dacht van ja, het wordt toch niks meer. Ik kan beter maar stoppen met die kerk en met God. En mijn vrouw was eigenlijk een groot voorbeeld, een halve engel voor mij. En ik keek terug op mijn jeugd met het zondige leven en al mijn frustraties en ontevredenheid van God. Ik dacht, ja, nu zie ik wel beter dat het de stem van de duivel was. Van je kan het er beter mee kappen. Maar toen op dat moment, de laatste nacht voor de eerste zondag dat ik besloten had niet meer naar de kerk te gaan. Heeft God me laten zien dat het ook voor mij zou kunnen. Ik denk dat dat het moment is dat ik God niet meer zag als degene die mooi zou straffen, maar dat er ook voor mij een mogelijkheid was. Alleen kon ik nog niet precies zien hoe of wat. Maar toen ben ik wel weer een andere dag naar de kerk gegaan, maar dacht ik van dan ga ik nou driftig op zoek naar wat er dan nog meer is. Dat heb ik een aantal maanden echt van alles opgezocht. Ik zat alle kerkkrantjes en zendingskrantjes en van alles door te bladeren. Als er ergens wat te doen was, ging ik naartoe. En ook naar plekken waar ik niet mag komen. Eén daarvan was hier. Ja, vorig jaar met de conferentie stond hij daar ineens op een bidstond.
En ik kom eigenlijk hier op een plek waar ik niet mag komen. Wat moet ik doen? Nou ja, vertel eens, wat gebeurde daar? Ik ben hier toen geweest en ik kende toen niemand, helemaal niemand. Nu ken ik er inmiddels een paar honderd, denk ik. Ik vind het alleen lastig om namen te noemen. Er zijn er wel bij, die zou ik willen noemen, maar dan ga ik iemand vergeten. Maar de eerste wil ik wel noemen, de eerste die ik gesproken heb, dat viel reuze mee, want ik had er ook om gebeden. Als ik daar kom op die plek waar ik dus ervoor gewaarschuwd word, mag ik de mensen ontmoeten waar ik eens gesprek mag hebben van hart tot hart. Wat ik nou eigenlijk bijna niemand, bij niemand kon. En dat was Nico Hogevorst. Ja. En toen dacht ik van, ik hoor nu een andere boodschap. En ik hoor ook gewoon liefde voor God en liefde voor de medemens. En ik dacht, volgens mij is dit waar, ik had erom gebeden of ik zulke mensen tegen zou komen. En het waren er veel meer dan alleen Nico natuurlijk. Toen dacht ik van, dan moet ik misschien wel hier zijn. En ook die preken van Tim Conway vond ik heel mooi. Hij wees ook wel op gevaren van hypercalvinisme, dat was ook een bijdrage. Maar ook hoorde ik een boodschap die eigenlijk klopte met de Bijbel. Niet alleen maar bid en wacht, maar bid en werk zoals het in de Bijbel staat. Zo vertelde hij het ook in die preken. Ik dacht, volgens mij klopt het wel. En ik had ook tussendoor thuis al van alles gelezen van oude schrijvers zoals Comrie en McShane en Bunyan. En ik kwam ook die boodschap tegen. Maar toen heb ik hier een paar dagen rondgelopen, veel mensen gesproken, hele fijne gesprekken gehad. Ik ben s'nachts ook nog mee geweest naar Hengelo, te evangeliseren. Dus daar sliep ik veel te weinig. Ook wel omdat het zo gezellig was. En toen kwam eigenlijk denk ik de omkeer, die laatste nacht van zondag op maandag was ik hier nog. En toen sliep ik in een kamertje alleen. En ik dacht, dan moet ik proberen te gaan slapen. Omdat ik veel te weinig had slapen, maar dat lukte toen niet. Ik was helemaal gechoqueerd van alles. En toen dacht ik, van, zou het misschien van God kunnen zijn dat ik nu niet slapen kan, terwijl ik wel gewoon zo moe ben. En toen heb ik gebeden en toen ben ik gaan zoeken. En ik had altijd wel geleerd in de kerk, God werkt door zijn woord en door zijn geest. Nou, die geest kan er niet zoveel aan doen, maar dat woord wel. Dus ik ben gelezen en gelezen. Eerst een heleboel hoofdstukken die mijn vrouw altijd heel mooi vond. Maar dat hielp niet. Toen ben ik me verder gaan zoeken, totdat ik kwam bij Hebreeën 4, vers 15, 16... Het 15e vers raakte me al enorm, las ik van de hoge priester met hoofdletter, die eigenlijk niet anders kan dan medelijden hebben met onze zwakheden. Nou ja, ik dacht altijd ook dat je een heleboel dingen moet veranderen in je leven voordat je geschikt bent voor genade. Maar ik dacht, als die nou medelijden hebt met de zwakheden van mij, en daarna kwam eigenlijk nog het belangrijkste, zo'n liefdevolle opdracht, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot zijn genadetroon. Dat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden om geholpen te worden. En staat de vertaling dan nog ter bekwame tijd. Inmiddels lees ik op de juiste tijd. En toen eigenlijk, ja, toen was eigenlijk, was er zo'n enorme blijdschap en vrede toen ik dat las. Ik denk als ik dan bij die hoge priester mag komen, die medelijden moet hebben met onze zwakheden. En ik mag met vrijmoedigheid komen en we kunnen dat krijgen. Toen voelde ik wel dat het ook zo was. En toen heb ik niks meer gelezen, toen heb ik... alleen God gedankt en toen viel ik ook bijna gelijk in slaap daarna, nog een paar uurtjes. En toen was ik enorm blij. Ja, mooi, bijzonder, Boudewijn, wat de Heere. Ja, ook in, als je zo vast kan zitten in bolwerken, dat de Heere dat kan doorbreken. En ik wil voor jou nog bidden en tegelijkertijd ook voor de anderen. Dan gaan we afsluiten. Oh ja, even verder. We afsluiten straks met het getuigenis nog van één broeder en dan gaan we met elkaar eten. Je wil nog één ding zeggen, Boudewijn? Ja, ik weet niet wie dit allemaal gaat horen. Dat vond ik eigenlijk een van de grootste angsten voor zo'n getuigenis. Ik heb een enorm grote familie. Ik heb ook kinderen en ook mensen die een hekel aan me hebben. En ze gaan er misschien iets mee doen. Maar ik wil in ieder geval wel mijn familie, als iemand dit ooit gaat horen, hartelijk bedanken. Voor alles wat ze hebben gedaan in die moeilijke jaren. En ook nu nog, nu ik andere keuzes heb gemaakt. Ook al begrijpen ze niet alles. Dat ze toch liefdevol en respectvol met mij omgaan. Daarom hoop ik niet dat ik een van hun iets heb tekort gedaan met deze getuigenis. En ik wil, ik had ook gehoopt dat het alleen tot Gods eer zou zijn. En als ik iets verkeerd heb gezegd, dan hoop ik dat hij me dat ook vergeeft. Nou, ik denk dat je niks verkeerds hebt gezegd en dat je met respect hebt gesproken over je opvoeding. Ik wil nog